beetje ervaring naar de kant bij Lierse. En wat jonge, frisse, onervaren krachten erin. Dat hoeft niet noodzakelijk slecht te zijn. Brahami. Daar is Lierse met Mampuya. En Jatta. Jatta, blijft hij in balbezit? Nee. De kansen blijven intussen wel wat uit. Ook bij Lierse. Maar gretig aan die tweede helft begonnen. Maar uiteindelijk is die storm, net zoals in de eerste helft trouwens, ook weer een beetje gaan liggen. Mujanovic werkt buiten. Rawe. Eerste keer aan de bal. Rage. Goed geswitcht tot bij Brahami, die hier op rechts was komen postvatten. Slecht ingespeeld nu wel met Blessing. Kan die opruimen. En Grau. Diepe bal. Ja, en het is schaatsen op dat veld bij momenten. Buyens tegen Rabé. De een is bijna dubbel zo oud als de andere. Oppassen. Goeie bal van Humberto op Damaan. Damaan met Andic voor zich. Brahami. Blessing. Ingrao. Liggers. Goed teruggespeeld. Rage. Ook bal. Ja, niet ongevaarlijk. Humberto. En die mist hem. Onwaarschijnlijk. Hier komt Lierse bijzonder goed weg. De grootste kans voor de wedstrijd. Voor de sterkste man bij Bergen van de wedstrijd. Mohamed Damaan. Wat laat hij hier liggen? Maar die bal kwam eigenlijk een beetje per ongeluk bij Humberto. Trekt hij heel goed voor. En dan Mohamed Damaan. Wat een kans. Het is moeilijker om hem over te trappen dan om hem binnen te trappen, lijkt mij. En Lierse komt deze keer heel goed weg. We hadden zelf al een paar keer op voorsprong kunnen komen. Maar hier door het oog van de naald, die van René Trost. Hier is hij opnieuw dan Maan. Kan hij dat rechtzetten, dat foutje? Een fout op Van der Zijl, die de aanvoerdersband heeft overgenomen. Van Snelders, die naar de kant is gehaald. Andic. Buyens. Waar moet het naartoe? Vraagt Andic. Naar Ingrao bijvoorbeeld. Knap gedaan van Ingrao. Ja. Twaalf minuten nog. Dan gaan ze hier toch de punten verdelen. Ingrao. Buyens. Goed verlengd. Tot bij Mujanovic. Mampuya. Mampuya, Mujanovic. Ja. Voorlopig komen ze niet veel verder dan dat bij Lierse. Hier nog eens die voorzet die tot bij Humberto komt en die eigenlijk wou trappen, hoor. Maar dan botsende bal en ja, moeilijk. Ingrao, Blessing. Buyens, ja, het publiek houdt al zijn hart vast op het moment dat Blessing aan de bal komt, want hij doet het nogal traag bij momenten. Ja, die bal raakt er nog. Daar zat misschien wel wat meer in Ingrao. Ging niet echt over de bal liggen. Nam veel te veel hoogte. Had wel wat tijd, dacht ik, als hij die bal controleert. Maar nee. Ineens proberen te trappen. Marco Ingrao. Zat ook wel wat meer in. Lang geen zo'n goede kans als Damaan daarnet. Maar goed. Ze komen toch nog eens in de buurt van Bertelijn, die van Lierse. Rabé. Dat is Humberto. En er ligt er eentje neer, Sofiani. Tegen de grond daar.
Hier nog eens dat contact. En Mampuya sportief terugspelen. Ja, en zo gaan we wel een paar minuten over de 90 gaan straks, denk ik. Want dat spel ligt nu wel al een hele tijd stil. Komt er nog een soort van slotoffensief bij een van beide ploegen, of liefst bij beide? Goeie bal van Buijens. Kan hij daarbij? Andic, jawel, die bal blijft binnen, jawel. Marco Andic, kan hij die bal goed voortrekken? Jawel! En een goede redding van Bertelin op die trap van Jarjou. En Bertelin houdt hier ook zijn ploeg recht door. Daar waar ze bij Bergen de kansen missen. Waar Vaassen voor niks tussen zit. Daar moet Bertelin bij Bergen goed optreden. Op die kansen van Liersen. Jarjou nog maar eens met de hoekschop. Is dit dan het slotoffensief? Diepe bal tot bij Jatta. Daar is niemand centraal. Mampaya wel. Een meter of twee naast. Wat een kans. Nou ja, kans, het was knap gedaan. En Bertelin, ja. Het is een goede doelman hoor. Hier nog eens die trap van Mampuya. Die een meter of drie naast gaat. Kansen langs beide kanten. Buijens. Goed tot bij Mampuya. Goed gedaan. Die maakt een goede invalbeurt. Die Jonny Buijens. Jonge kerel. Mampuya, de veler, Jarjou, goed diep, ja, buitenspel daar van Mujanovic, dat had hij zelf moeten zien. Terechte beslissing, jawel. Meneer Bilois, die haalt ook nog een beetje tempo uit de wedstrijd door op zo'n plaats die bal anderhalve meter naar achter te laten leggen. Een beetje nodeloos lijkt mij dat, maar goed. Ik ben geen scheidsrechter, dus moet ik daar ook niet echt over oordelen. Hier is Mampuya. Is dat geen handspel? Ja, dat dachten wij eigenlijk ook wel. Maar goed, Rabé. Daar is Bergen opnieuw, Humberto. Het gaat naar Wiggers. Brahami tot bij. Dit is Brahami. Wiggers. Manzi. Kan Vaassen daarbij? Jawel. Nico Vaassen. Dan een foutje op Blessing van Manzi. Nog een zestal minuten. Waar moet het naartoe? En de Lierse supporters willen dat het wat sneller gaat. En ze hebben gelijk natuurlijk. Het is niet omdat het 0-0 is dat het zo moet blijven. Er zat en zit misschien nog meer in. Andic. Buijens vraagt. Het gaat naar Ingrao. Daar is Andic. Ja. En nu Erik van Meer woedend. Die bal moet je toch niet buiten spelen. Brahami lag daar even in de grond. Kroop zelf terug recht. En Andic speelt sportief buiten, maar Van Meer had het daar zo niet op begrepen. Nou, het leek mij ook een beetje lullig om die bal terug te spelen, want Brahami stond eigenlijk zelf terug opnieuw recht. Nou, dan hoef je die bal natuurlijk niet buiten te spelen omdat er eentje gekwetst is, want dat is niet zo. Jarjou. Goed hoor, tot bij Ingrao. Knap gedaan, Jarjou. Centraal, misschien wat ruimte. Jarjou! Dat was te ver naast, dat was geen slechte trap, maar... slecht gericht. Een beetje met de moederwanhoop. Intrappen met Bertelin. Dan zijn ze uiteindelijk tevreden. Bergen met een punt op Lierse. Misschien wel.
José Riga had best wel schrik voor deze wedstrijd, zei hij. Het zal ooit wel eens lukken voor Lierse om punten te pakken. En voorlopig ziet het er naar uit dat ze hun puntenaantal verdubbelen. Ze komen dan wel een paar op twee, maar goed. Oppassen wel met Lamberto. Damaan, slecht afgelegd. Jarjou wegwerken. Maar doet dat bijzonder blind. Jarjou, diepe bal richting de Veler. Die kan daar niet bij. Raguet wel. Dit is Rabé, ruimte bij Wiggers. Goed onderschept. Ja, knap gedaan hoor. Ingrao. En de Veler. Een drie man bij zich, kijk eens. Ja. En Bidouas stond erbij en had dat goed gezien. Ingrao. Nou, zou je hem niet inswingen, denk ik dan. Al een paar keren heel gevaarlijk geweest bij die tweede paal. Van Meijer ziet dat ook opnieuw nu. Ja, ze weten het natuurlijk intussen ook bij Bergen. Jarjou, wegkoppen. De Veler. De Veler. Ja, en Lamberto moet daar wegwerken. En daar is er weer eentje neergegaan daar bij Bergen. En het publiek in Lierse krijgt het natuurlijk op zijn heupen. Want het is de zoveelste keer dat er één blijft liggen. Ja, en als het zo zit gaan we een minuut of zes overspelen, lijkt mij. Nog eens kijken. Gaat de Veler daar met een elleboog naartoe? Oh, niet echt. Gaat wel breed, maakt zijn borstkas breed en die armen gaan een beetje mee, maar een echte elleboogstoot, ja, daar kan je nauwelijks van spreken. Ja, en als het zo blijft 0-0, dan is dat eigenlijk een terechte uitslag, want ja, bij Lierse zijn ze een paar keer heel goed weggekomen. En Bertelin die heeft een aantal bijzonder knappe reddingen gedaan. Dan kan je zeggen dat een stand in evenwicht een correcte uitslag is. Maar het is nog niet gedaan natuurlijk. 2 minuten nog op de klok. Inwerpen met Mampouya. Het gaat niet ver genoeg. Blessing. Maar iedereen van Bergen terug. Andic, slecht ingespeeld. En kijk, straks krijgen ze nog een teksel op de neus. Met Brahami hier op rechts. Goed diep tot bij Wansi. Wansi en Vazen nog. Ja. Zo zie je maar, dat kan het plots gedaan zijn. Daar zijn ze opnieuw, die van Lierse. Met Jarjou. Jarjou en ruimte hier op links bij Ingrao. Ingrao, veel te ver en te diep. En buitenspel trouwens van Jatta. Het was geen goede voorzet van Ingrao. Maar hier is nog de kans van Bergen met Brahami en Wansi. Die daar nog goed die bal voortrekt. Moeilijk tussen die twee mannen. En hier Ingrao, dit moest een betere voorzet zijn. Hoewel Jatta toch sowieso buitenspel stond. Mampouya. Goed van Mujanovic. Daar is Mujanovic. Trekt voor en nog een hoekschop. En iedereen van Lierse recht. Mujanovic gaat zich moeien en Lierse wordt weer gevaarlijk. Je kan je afvragen waarom die jongen daar helemaal rechts achteraan wordt geposteerd. Terwijl hij vaak de gevaarlijkste man is bij Lierse. Het zal noodzaak zijn, vermoeden wij. Kijken naar de hoekschop. Blessing mee. Verre diepe bal tot bij de tweede paal. Daar was Jatta, maar die kon er niet bij. Die werd goed afgeblokt. Diepe bal. Die Vazen gaat halen. En we spelen 3 minuten extra. En daar zijn ze het niet mee eens, want het zou er eigenlijk wat meer moeten zijn. Dat dacht ik eigenlijk ook. Maar goed. Andic oppassen. Jarjou. Goeie diepe bal richting Mujanovic. Buens, goede tackle van Buens. En daar is Mujanovic. Mujanovic. Gaat hij alleen, Mujanovic? Had hij beter niet gedaan, misschien. Dat zegt Jatta ook. Steek die bal lichtjes door voor mij. Bertelin, een beetje tijd winnen. 3 minuten extra. Buens. Jarjou.
en in Grau. Knap van Kane de Veler. Ze kunnen iets hoor, die jonge mannen van Lierse. En Lierse heeft eigenlijk vandaag lang geen slechte wedstrijd gespeeld. Dat mag gezegd en dat moet gezegd. Tackle van Brahami. Die tackle proper en krijgt daar nog een domme gele kaart voor. En dat betekent dat ook hij er niet bij zal zijn tegen Standaar. Vrije trap. Misschien wel laatste wapenfeit van Lierse. En nu zegt Trost het ook. Jarzou, jij moet ook mee die box in. Nou, dan moeten ze toch maar oppassen dat ze hier de tackle niet op de neus krijgen. Zoals het daarnet bijna het geval was. Diepe bal. En nog een hoekschop. Dat is nog niet gedaan. Bertelijn ging daar een beetje onder de bal door. Ja, ze zitten daar natuurlijk met die twee lange Gambianen. Kijk maar eens. Jatta. Ja, ze moest niet eens storen. Maar Bertelijn onder de bal door. Ingrao met de allerlaatste hoekschop. Bilois nog niet op zijn klok gekeken. Hij zal dat zo meteen wel doen. Ingrao met de hoekschop. Slecht gegeven Ingrao. Bal is niet weg. Jarzou. En die wordt daar door zijn eigen man afgeblokt. Handits hoog over. Nee. In de handen van Bertelijn. En nu kijkt Benoit wel naar zijn klok. En lijkt mij als Bertelijn heeft uitgetrapt dat het erop zit. Buijens. Of zit er nog een aanval aan te komen? Spannend slotkwartier met Mampuya. Ingrao. Knap gedaan. Dachten wij te zeggen. Beetje gezichtsbedrog. Die bal belandt bij Soufiane. Die Wamberto diep stuurt. Handits in de handen van Vaze. Ja, en Bilois, het is nog niet gedaan blijkbaar. Hoog en diep tot bij de Veler. Die bal is ook niet echt goed weg, maar heel hoog. En nu zal Bilois affluiten. Jawel, het blijft 0-0. Lierse verdubbelt zijn punten. En ook de eerste puntenwinst voor Lierse op eigen veld dit seizoen. Lierse Bergen 0-0. En dat is eigenlijk een vrij terechte uitslag. Geen doelpunten gezien. Een paar keren bijzonder dichtbij geweest. Maar je kan je afvragen of er een van beide ploegen wel de overwinning verdiende natuurlijk. Als je de kansen niet afmaakt en je stuit dan op de koop toe nog eens op een bijzonder sterke doelman Bertelijn. En je hebt een paar spitsen, zoals bij Bergen, die het dan vergeten af te maken, zoals Damaan. Ja, dan is die 0-0 een juiste weergave van deze wedstrijd. Maar goed, ze halen een punt Lierse en dat is op zich al goed met verdienstelijk spel. Laat ons daar ook maar eerlijk in zijn. Bij momenten was het aangenaam kijken met gevaarlijke momenten. En dat is een fijne zaak. En het doet ons het beste verhopen voor de toekomst van Lierse. Want dat is wat René Trost eigenlijk altijd heeft gezegd. Deze jongens zullen er tegen nieuwjaar wel staan. Missen wat ervaring. Veel nieuwe jongens. Dan is het moeilijk om een stevige organisatie op de mat te zetten. Kijk je naar de hoogtepunten. Met hier deze kopbal en die prima redding van Bertelijn. Op die kopbal van Mamouni. En hier was Lierse al heel dichtbij. Hier een goede diepe bal van Mampuya. Maar uiteindelijk, als je hier kijkt, dan zie je dat de assistentscheidsrechter zijn vlag in de lucht steekt. Maar Bilois die floot dat niet. Hoe dan ook, die bal ging naast. Dan kijk je naar Christophe Snelders, die hier van zijn hand een mandje maakt. Hem even vasthoudt, die bal hem nog goed legt ook. En uiteindelijk binnentrapt. Maar het heeft hem wel een gele kaart opgeleverd. Hier Vaze die een beetje ongelukkig wegwerkt en Cordaro die wegleidt en eigenlijk niet kan profiteren van dat lichte geklungel in de Lierse defensie. Hier gaat hij liggen.
was zeker geen contact. Hier die goede voorzet van Raguet. Die bal komt helemaal tot bij Wamberto. Die trekt voor of wil schieten. En dan Daman, ja, wat een kans. Zo krijg je er natuurlijk maar eentje op een wedstrijd. En zoals gezegd, moeilijker om hem boven te trappen dan om hem erin te trappen. Hier moest Bergen op voorsprong zijn gekomen. Hier Andic, die uiteindelijk er toch eens door geraakte. Trok dan voor. En hier weer een prima redding op die bal van Jarzou van Bertelin. Maar dit waren de beste kansen voor Lierse in die tweede helft. Maar Bertelin telkens wel goed opgesteld. Heeft niet zo waanzinnig veel werk gehad. Maar wat hij moest doen, dat deed hij bijzonder goed. We gaan kijken naar een paar wedstrijdstatistieken van deze scoreloze wedstrijd. Lierse is wat gaan drukken, hoewel die pressie vrij laat kwam, vond ik. Balbezit was ongeveer 50-50. Wat meer doelpogingen bij Lierse. Ze waren niet allemaal even groot, maar goed. En ja, de pogingen van Mons, die zag u daarnet nog. En er was één heel grote bij. Hier nog eens alles op een rijtje. Tussenkomsten van de doelman bij Lierse 5, bij Bergen 1. Dat lijkt mij ook een beetje uit balans, want Bertelin die heeft wel, of wel zeker een paar keren goed en serieus moeten tussenkomen. Hier de aanvalsgolven van Lierse. Wat meer door het centrum. Net zoals die van Bergen trouwens. En bij Bergen ging het ook vaak over links met aanvankelijk Bramani in die tweede helft. Die een goede invalsbeurt maakte. Maar er dus volgende week tegenstand daar niet bij is. Wegens een derde gele kaart. Dit zijn de uitslagen van vanavond nog eens allemaal op een rij. Nog maar 4 wedstrijden gespeeld. Gisteren al eentje Genk Beerschot 4-0. Dat weet u. AA Gent Roeselare 2-0. AA Gent sluit aan bij de subtop. Brussels en Moes Groen hebben ook de punten gedeeld. Lierse Bergen deden dat, dat weet u. En Cercle Brugge Beveren hebben dat ook gedaan. 2-2. Weinig verandering dus in de stand. Wellicht alleen Roeselare doet geen goede zaak vanavond. Morgen natuurlijk nog een paar interessante wedstrijden met als belangrijkste Standaard Anderlecht natuurlijk. Om 6 uur is er al Charleroi Westerlo. En morgenavond ook nog Lokeren Club Brugge en Zulte Waregem Sint-Truiden. Die laatste 2 ook om 8:30, net zoals Standaard Anderlecht. En dit is nog de kalender voor de volgende speeldag. Dan zie je dat Bergen tegen Standaard. En dat is op zondag dat die wedstrijd wordt gespeeld om 6 uur. Op vrijdagavond is er al Westerlo Genk en de meeste wedstrijden.